Ja man, wat een gekke week. Zo, kan je uitleggen hoe deze week er voor jou uitzag? Ja, bizar man. Stroomversnelling in één keer. Ik hoorde maandag dat de kampioen ziek was. Toen heb ik mezelf eigenlijk grappenderwijs aangeboden aan Tarik. En zodoende zijn we er man. Ja. Was dat je eerste reactie over, oké, ik moet vechten? Want je kwam uit een handblessure volgens mij. Je hebt natuurlijk het vorige evenement. Heb je getraind? Maar ik heb niet gekickboxd de afgelopen tijd. Ik heb wel gewoon krachttraining gedaan. Mede om de hand. Ik geopereerd was een man, dus ik mocht geen druk erop houden. Maar mijn eerste reactie, kijk, Tarik is een vriend van mij. En we bellen wel eens elke week. Dus ik belde hem van, hey, champion, weet je toch? Komen mooiere dingen aan. Allah heeft een beter plan voor je. Dus eigenlijk is een grap van, als je wil, kan ik invallen. En toen heb ik die poster uitgegooid. Belde Robbie mij. En heb ik met Tarik ook nog gesproken van, ja, kijk, als het echt een goede deal is. En het is voor een titel. En dan zijn we wel bereid om tegen elkaar te vechten. Hoe was de reactie van Tarik? Want wij hebben hem ook gesproken. En hij zei eigenlijk, ja, ik wist niet dat hij me ging uitdagen. Ja, kijk, het begon grappenderwijs. En ik zei tegen hem van, kijk, als je wilt, en het is gewoon een mooie kans. En we hebben er alle twee wat aan. Ja, dan doen we dat gewoon. Dat is het. Dus geen bad blood, helemaal niks. Het is gewoon van, het is een mooie kans. Dat is wel leuk, met 3 dagen voorbereiden en een keer op een collision vechten, toch? Wie kan dat navertellen? Niemand. Heb je Tarik daarna nog gesproken? Want toen wij hem spraken, hij leek toch wel teleurgesteld in het feit dat hij het op internet hebt moeten lezen. Is dat helemaal niet waar of is dat anders? Nou, ik weet niet. Ik weet niet hoe het in details is getreden. Want ik zeg, het is gewoon een stroomversnelling. In de ochtend krijg ik ineens, hey, wil je echt gaan vechten? Zo en zo en zo. En toen... Met Robbie gesproken, met management gesproken. En zodoende is de partij gekomen. Maar het is niet dat ik ineens iets sneaky heb gedaan of zo. Dat is niet zo is niet gegaan. Heb je hem daarna nog gesproken? Nee, we spreken elkaar na de wedstrijd. Ja. Hoe gaat de weging er tussen jullie uitzien? Want wij merkten dat Tarik toch wel getergd was ook. Hè? Dat hij zei van, ik voel me toch wel in onze vriendschap. Hij weet alles van me. Hij weet dat ik mentaal gebroken was. Hij kent mijn blessuretjes. Hij leek meer verrast in een negatieve zin, dan dat hij dacht, nou, we gaan ervoor. Nee, ik denk niet dat hij per se getergd hoeft te zijn. Ik bedoel, ik help hem ook, hè. Maar dat is het eigenlijk, want ik voelde juist zijn pijn, want ik sprak hem. En ik zag eigenlijk hoe kut hij het vond, weet je wel. Weer voorbereid, weer titelgevecht, afgezegd. Die is ziek, zus is ziek, zo is ziek. Vervangende tegenstanders wouden niet. Zeg, ik kan je helpen, snap je? Ja, we zijn vrienden, ik weet hoe kut het is als je partij wordt afgezegd. En als we elkaar zo kunnen helpen, dan doen we dat zo. Dus dat is de reden dat deze hele partij tot stand is gekomen. Ik neem niet weg dat ik alles ga geven, snap je? Maar het is niet Tarik is gewoon Matty. Ja. Hoe gaat die ster dan er dan morgen uitzien? Want jullie zijn vrienden van elkaar. Tarik is wel getergd. Jij bent wat relaxter daarin en zegt, ja, nee, dit is gewoon hoe het liep. We gaan het meemaken, man. Kijk, ik match gewoon energie. Dus ik ga niet duwen of trekken of wat dan ook. Ik denk dat het gewoon een intense stand aan wordt, maar het is wel belangrijk voor zaterdag. En na zaterdag kunnen we weer gezellig wat drinken. Dan trakteer ik. Ja. Hoe ready kan je zijn 5 dagen voor een titelgevecht met misschien wel een van de beste lichtzwaargewichten in de divisie? Nou, mentally, man. I'm gonna carry the boats. Ja, man. Mentaal ben ik ready, man. Daar ben ik ready. Kijk, ik kan al gaan wijzen naar andere dingen. Ja, ik heb lang niet gekickboxd, ik heb dit niet gedaan, ik heb zus niet gedaan. Maar ja, ik heb deze kansen aangenomen en dan kan alles gebeuren in het titelgevecht. Dat is vaak bewezen, ook in andere sporten. Iemand valt in en hij wint gewoon. Dus ik ben gewoon ready, man. En je hand? Mijn hand is ook ready voor zaterdag. Ja. Als hij stuk gaat, dan maak ik hem weer opnieuw. Geen probleem. Ik heb de chirurg heeft gezegd, ja, in principe zou ik volgende week pas mogen slaan. Maar het is gewoon een hele mooie kans. En hij zei van, ja, als hij echt stuk is, dan maak ik hem opnieuw voor je. Dus we gaan hem gewoon gebruiken.